De overheid zegt steeds meer, geloof voor achter de voordeur. De Groene Straatkerk in Nijmegen zag er woensdagavond zo uit. Dit had te maken met de wereldwijde campagne Red Wednesday. Red Wednesday is een dag die door Kerkennood, voormalige Oostpriesterhulp, in het leven geroepen is. Allereerst voor de vervolgde christenen, maar wordt steeds breder en zeker in onze parochie. Betrokken op alle gelovigen, dat wil zeggen alle mensen die vervolgd worden omwille van een geloof, die daar niet openlijk voor uit kunnen komen. Het zij door het gedrag van mensen, het zij doordat de overheid daartoe een verbod oplegt. In het begin ging de actie alleen over christenen. Maar het is natuurlijk steeds breder getrokken, omdat we natuurlijk steeds meer een multiculturele samenleving hebben wereldwijd. En dus ook met meerdere vormen van vervolging te maken hebben. Het niet vrij kunnen geloven heeft Grubbe zelf ook ervaren. Christenen hebben het niet lastig in de zin dat ze worden aangevallen of bespuwd of bespot. Maar ik heb zelf ooit meegemaakt in de tijd dat ik nog in Den Bosch woonde. En dat kun je misschien wel vergelijken met deze omgeving. Dat ik een t-shirt aan met Jesus Love You. En toen keken mensen mij met een boos gezicht aan. Als je een kruisje draagt, wil dat ook wel eens een keer vervelende reacties opleveren. Mensen die hun gezicht afkeren of met een verbazend gezicht naar je kijken zo van, wat is hier aan de hand? Mag dit nog wel? Want ja, de overheid zegt steeds meer, geloof voor achter de voordeur. En wij zeggen, nee, het is een persoonlijke levenskeuze, zoals in andere gevallen dat ook is. En dat wordt wel gerespecteerd en dit wordt niet gerespecteerd. Waarom eigenlijk?